Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 16 augustus, de woensdag. Ja, wolkenvelden en opklaringen boven Nederland. Het is vrijwel op de meeste plaatsen droog. Er kan een heel licht buitje vallen vanmiddag nog in het noorden van het land. Maar veel stelt het niet voor. Op de meeste plaatsen blijft het dus gewoon droog. En dat betekent dat de temperatuur toch aardig kan oplopen, naar lokaal 24 of 25 graden in het zuidoosten van het land. Ja, het redelijk rustige weer. dat hebben we te danken aan een uitloper van een hoge drukgebied. Het hoge drukgebied dat boven de Azoren ligt. Maar de uitloper daarvan. die vinden wij terug helemaal boven het westen van. Europa, maar dat hoog, dat wordt toch wel een beetje opzij gedrukt. En u ziet het al, vanuit het noordwesten komt morgen neerslag onze kant op. En dat regengebied, dat zal over het land gaan trekken. En dat betekent dat we morgen duidelijk een ander weerbeeld zullen hebben. Perioden met regen gaan er komen. Later in de middag vanuit het noordwesten, dan gaat het opklaren. Maar in het zuidoosten van het land, dan blijft het toch wel tot in de avond regenen. Daar staat wel tegenover dat in het zuidoosten het in de ochtend nog wel droog blijft. Het weer voor vanmiddag en met name voor vanavond. Vanavond zijn de brede opklaringen. Het wordt een hele prettige avond. Rustig weer met temperaturen zo rond de 18 tot 21 graden als de zon ondergaat. Verder staat er ook nauwelijks wind. Vannacht dan gaat heel langzaam maar zeker de bewolking vanuit het westen toenemen. De minima liggen tussen de 14 en de 15 graden. En de wind die heeft een zuid tot zuidoostelijke voorkeur en die trekt ook iets aan. Die wordt overwegend matig. De kans op mist voor komende nacht is erg klein. Dat heeft mede te maken met het feit dat de wind gaat aantrekken. Want morgen overdag draait die wind door naar het zuidwesten en wordt die matig tot vrij krachtig. Dan zien we dat in de ochtend de regen komt binnenschuiven. En die regen die breidt zich dan uit overheen. Heel het land. Later in de middag wordt het dan weer vanuit het westen droog. Omdat de neerslag pas in de middag het zuidoosten bereikt, kan daar de temperatuur nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden. In het westen wordt het waarschijnlijk niet veel warmer dan 19 of 20 graden. En de dagen erna? Nou, dan blijft het toch nog wel wisselvallig hoor. Vrijdag en zaterdag vallen er diverse buien. Maar buiten de buien om laat de zon zich ook zien. Gaat u op pad, dan is het verstandig in ieder geval om een paraplu mee te nemen. Vrijdag wordt het zo'n 19 tot 22 graden. Zaterdag hebben we toch wel een thermisch dieptepuntje met 18 tot 19 graden. Vanaf zondag lijkt het erop dat het langzaam maar zeker weer wat beter gaat worden. Zondag kunnen er nog wel een paar buien vallen. Maar begin volgende week houden we het droog en gaan de temperaturen ook weer verder omhoog. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.